Beste mensen, welkom bij de Politieke Vlog. Ik zit vandaag op een bankje in het Blokkerpark. En ik wil dus met jullie hebben over oud en nieuw. Want het komt er alweer aan. 2 jaar geleden heb ik een vlog opgenomen vlak voor oud en nieuw. Dat ging over vuurwerk. En ik zat toen in een trapkast en ik riep op voor mens en dier, stop met vuurwerk. En het liefst zouden wij als GroenLinks ook vuurwerk verbieden in Zeist. En vuurwerk gaf ik toen ook al aan. Vuurwerk is niet alleen heel gevaarlijk, hè? Het leidt tot heel veel mensen die op nieuwjaarsdag op de eerste hulp terechtkomen. Met vingers, met oogwonden, met van alles. Maar vuurwerk is ook heel schadelijk voor de natuur. Maar ook voor onze eigendom in de gemeente. Er gaan ieder jaar brievenbussen stuk, prullenbakken. Het is altijd schade. En heel veel mensen vinden het eng en durven niet naar buiten. Dus wij hebben toen ook 2 moties ingediend in de gemeenteraad. Die zijn toen ook allebei aangenomen om het vuurwerk terug te dringen. En helaas heeft het college daar niet zoveel mee gedaan destijds. Maar nu, 2 jaar later, ligt het anders. De landelijke overheid heeft gezegd vanwege de coronacrisis, wij verbieden het vuurwerk. En dat is een goede zaak. Want zeker nu er al zoveel druk ligt op de zorg, op de handhaving, kunnen we daar niet ook nog eens vuurwerkincidenten bij hebben. Dus dat is goed nieuws. Maar de landelijke overheid is 1 ding vergeten, namelijk het verbieden van karbietschieten. En karbietschieten is misschien nog wel gevaarlijker en nog wel schadelijker dan gewoon vuurwerk. En je loopt dus nu het risico dat mensen die toch willen knallen met oud en nieuw overstappen van vuurwerk naar karbietschieten. Terwijl ze daar misschien ook geen ervaring mee hebben. Nou, is echt levensgevaarlijk. En wij moeten dat dus repareren. Omdat het landelijk niet verboden is, moeten we dat plaatselijk doen. En snel ook. En gelukkig gaan we dat ook doen. Aanstaande dinsdag ligt er al een raadsvoorstel bij de gemeenteraad. Die de APV, zoals je dat heet, de Algemene Politieverordening, wil aanpassen. En karbietschieten in Zeist wil verbieden. Sterker nog, zelfs het bezit van karbiet wil verbieden. Op straffen van een boete van ruim €4.000. Dus dat is een stevige maatregel die mensen die avontuurlijke plannen hebben hopelijk zal afschieten. Want mensen, doe het niet. Geen vuurwerk, ook geen karbiet. Nou, GroenLinks zal het voorstel zeker steunen en ik hoop dat we het eigenlijk unaniem zullen vaststellen dinsdag in de raad. Want dat moeten we niet willen, zeker niet in deze coronatijd, maar eigenlijk sowieso niet. Levensgevaarlijk. En op die manier dragen we dinsdag hopelijk weer een beetje bij aan een nog schoner, veiliger en socialer uiteinde. Ik hou jullie op de hoogte. Tot zover de vlog.